Familie en vrienden hebben op woensdag afscheid genomen van de overleden Silly Dartel tijdens een emotionele herdenkingsdienst in het kerkgebouw De Duif in Amsterdam. De voormalige presentatrice, die een week eerder overleed na een kort ziekbed als gevolg van langdurige strijd tegen longkanker, kreeg een liefdevol afscheid. De dienst werd bijgewoond door naaste vrienden en familie, terwijl ook een livestream beschikbaar was voor mensen die niet persoonlijk aanwezig konden zijn. Om het afscheid persoonlijker te maken, werden mensen voorafgaand aan de dienst opgeroepen om foto's van herinneringen met Dartel op Instagram te delen. Betty Brart, Victor Brandt, Justine Marcella en Tina Nijkaamp waren enkele bekenden die deelden in deze herinneringen op sociale media. Silly Dartel was geliefd bij velen en haar overlijden raakte de Nederlandse entertainmentgemeenschap diep. Ze heeft vier jaar lang moedig gestreden tegen longkanker. Haar betrokkenheid bij de televisiewereld en haar impact op het leven van anderen werden tijdens de afscheidsdienst zeker geëerd. Het kerkgebouw De Duif in Amsterdam bood een serene omgeving voor het afscheid, en de livestream zorgde ervoor dat vrienden, fans en anderen die Dartel bewonderden, de mogelijkheid hadden om op afstand deel te nemen aan de herdenking. Het delen van foto's op Instagram voor de dienst gaf een persoonlijke touch aan het afscheid. Waardoor mensen hun herinneringen met silly Dartel konden delen en haar op een warme en liefdevolle manier konden herdenken.